Nou, laten we maar gaan beginnen, dacht ik zo, toch? Dit is RVW Radio met de RVW Radio Show, gepresenteerd door René van Wijk. Ja, hartelijk welkom bij de RVW Radio Show van René van Wijk. Dus zaterdag 4 februari 2023. Het is net 9:30 s'avonds. Op dit moment ben ik nog steeds bezig met dingen te bestellen. Te installeren. Ik heb een bed in ieder geval, dus ik slaap niet meer op een matras op de grond. Een tv ga ik nog bestellen en binnenkort naar Ikea om nog wat inventaris te bestellen, banken, kasten en dergelijke. Ik heb een vriezer inmiddels in de keuken staan. Ik had al een koelkast, maar dus geen vriezer. Geen koelkast-vriezer combinatie, dus ik heb een aparte vriezer moeten bestellen. Die staat inmiddels in de keuken en voor de rest heb ik ook nog wat schoonmaakspullen besteld om het pakketvloer bij te houden. Het schoonmaken ervan en dergelijke. Dus het begint langzaam een gezicht te krijgen, mijn huis dus hier in Uden. En voor de rest ben ik ook bezig om Uden een beetje te verkennen en ook in de omgeving van Uden. Hardloopsessies hebben dat inmiddels al bewezen via RVW TV. En binnenkort ga ik dus ook eens even kijken verderop, ergens in de Maasduin, om daar even een wandeling in te maken en daar even opnames te maken. Kortom, er ligt nogal het een en ander in de pijplijn. Nou, we gaan even terug naar de basis van elke RVW Radio Show. Dat betreft hier eigenlijk gedurende het voetbalseizoen natuurlijk de voetbalwedstrijden. Het betreft hier de wedstrijden van de Ginberg Soccer Wereldlandse Competitie, medium niveau dus. Het gaat hier om de wedstrijden Nederland tegen Oostenrijk en Nederland tegen België. En ik wens je daar heel erg veel luisterplezier bij. Dus. Wedstrijd Nederland tegen Oostenrijk. Verslag is in handen van René van Wijk. Ginberg Soccer Game Wereldlandse Competitie. Editie 2022-2023, wedstrijd 117. De aftrap is genomen door Nederland. Snel gedaan, een schot nu van Nederland, de binnenkant paal. Dat was bijna 1-0. Nu weer Nederland, nu weer snel druk van Nederland. Schot nu, binnenkant paal. En het is 1-0. Binnen 2 minuten. Hoe is het mogelijk? Oostenrijk. Snel aanval van Oostenrijk. En dat was bijna 1-1. Eerste actie van de Nederlandse keeper. Slechte bal. Blijft nog altijd 1-0. Verdedigen. Slecht gedaan. En nu weer Oostenrijk. Nu weer de kans van Oostenrijk. Binnenkant. Ja, buitenkant paal. Bal gaat er niet in. Slechte bal. Moet hard gerend worden, maar... Ja, goed gedaan. Nu de kans op 2-0. Maar die komt er uiteindelijk dan niet. Weer Oostenrijk. Weer Nederland. En dat was bijna 2-0. 6 minuten gevoetbald. Nederland neemt snel over. Wil snel tot zaken komen. En ja, je moet niet te snel wezen. Slecht uitverdedigd. Je weet dat die Oostenrijkers niet goed zijn in verdedigen. Maar dat is Nederland toch eigenlijk ook niet. En nu weer een kans. En bijna was daar 1-1. Aanval Nederland. Slechte bal hoor. Weer goed uitverdedigd door de centrale verdediging. Nu weer Nederland. Goed gedaan. Goed. Dat is net even doorzien. En nu weer de Oostenrijkers. Aanval van Oostenrijkers. Dat was bijna 1-1. Nu weer een kans op 1-1. En dat is de bal. En nu nog een kans. En uiteindelijk gered door de keeper. 1 tegen 0. Weer Nederland. Snel beslissen. Maar dat kan dus niet. Zit het wel bovenop. Maar verliezen ook weer de bal. Nu weer Oostenrijk. Slechte bal. Oh, bijna 1-1. Het zou toch gebeuren. En nu weer een kans. Nee, Nederland zit er boven. Zit er nu wat feller op de wedstrijd. En nu weer een kans voor Nederland. En 1-1. Kans van Oostenrijk wou ik zeggen en het is 1-1. Hoe is het mogelijk? 1-1. Nu weer naar voren. Nu het schot nu.
Slecht geschoten. Oostenrijk neemt weer over. Weer Nederland. Slechte bal. Slechte bal hoor. Slechte bal en nu weer een kans voor Oostenrijk om te scoren. En Nederland verdedigt weer moeizaam uit. Het gaat niet lekker. En nu weer Oostenrijk. Zit er wel bovenop. Weer een goede kans om te scoren. Nee. Oh! Ja, hij gaat er wel in. Het is 1-2. 1-2 voor Oostenrijk. Nederland opnieuw. Goeie bal. Althans, het leek het op. Wat is de antwoord van Nederland? Wat is het antwoord? Nee, die komt er niet in. Die gaat er niet in, die bal. Weer Oostenrijk. Het zou toch maar gebeuren, zeggen. Nu weer een kans. Oeh, wat een ruimte krijgen ze daar. En weer slecht uitverdedigen. En dan de keeper die de bal heeft. 19e minuut. Naar voren toe. Naar voren. Die Oostenrijkers onder druk zetten. En dat lukt dus nu niet als je de bal verliest. Weer Nederland. Snel overgenomen. Weer een kans. Nee, weer niet. Een schot nu. En het is uiteindelijk de keeper die redt van Oostenrijk. Snel aanval. Snel aanval. Snel overnemen. Maar de Oostenrijkers hebben ook hun antwoord daarop. En nu, dat is de hele snelle counter. Ja, en nu weer naar voren toe. Nu weer Nederland. Kijken wat de mogelijkheden zijn. Die zijn er nu niet, maar misschien nu wel. De ruimte, schot nu. Nee, weer geblokt. Weer een kans. En weer geschoten. 23e minuut. Nog altijd 1-2. En nu weer Nederland. Slechte bal. Nu weer Oostenrijk. Snel overgenomen. Nederland probeert te schieten. En de bal gaat net naast. 25e minuut. Slechte doeltrap van Oostenrijk. Maar ook slecht uitgespeeld door Nederland. Hoe kan dit? Daar moet je van profiteren. En nu weer Oostenrijk. Nu weer Oostenrijk. Nu weer Oostenrijk. En een goede bal nu. En slecht uitverdedigd. Slecht uitverdedigd. En de bal gaat maar net naast. Dat was bijna 1-3. Nog nooit heeft Oostenrijk gewonnen van Nederland. 7-1 en 8-1. En nu weer een kans voor Nederland op de paal. Slecht uitverdedigd. En de keeper heeft dan uiteindelijk de bal. 28e minuut. Weer Nederland. Weer Nederland. En nu weer Oostenrijk. Nederland neemt het over. Het is een scrimmage nu. Oostenrijk wint de scrimmage. Oostenrijk wint de scrimmage. En weer verdedigd. Slechte bal. Maar Nederland komt er nu uit. Aanval voor Nederland. Ah, een schot nu. Gaat boven van het lat. Over. 30e minuut. 1-2. Het is een sensatie dat Oostenrijk voorstaat. En nu weer de kans. Slecht uitgespeeld door Oostenrijk. En nu uitverdedigd door Nederland. Uitverdedigd door Nederland. Een schot nu. Een afstandsschot. Maar de keeper is onvermijdelijk van Oostenrijk. Ook al maakt hij fouten. Want ook hier wordt er slecht uitverdedigd door Oostenrijk. Maar Nederland profiteert daar niet van. Nu weer Nederland. Een schot nu. Een warm schot dat slecht uitverdedigd wordt. Ook in tweede instantie. En Oostenrijk komt ermee weg. En nu, Nederland opnieuw. Schot nu. Nee, weer gesmoord. En nu weer Oostenrijk. Nu weer Oostenrijk. Die hebben gekeken naar de wedstrijd tegen Australië. En die hebben gezien dat je Nederland kan pakken. Als je het maar effectief aanpakt. Iets wat de Australiërs niet deden met de vele kansen die ze kregen. En nu is daar Nederland. Nu is daar Nederland. En nu is daar de kans. Nee, besluiteloosheid. Ligt hier aan de grondslag. En nu weer Oostenrijk. Nu weer Oostenrijk. Een goede aanval. Nederland verdedigt uit. Het is niet om aan te zien. Het is een slechte eerste helft van Nederland. Wat goed begon trouwens. En dit was weer de kans voor Oostenrijk. 37e minuut. Nederland op zoek naar de gelijkmaker. Maar die komt er ook nu niet. Want Oostenrijk gaat weer aanvallen. Oostenrijk gaat weer aanvallen. Slecht aangevallen tussen Oostenrijk. En nu weer Nederland. Nu weer Nederland. Waar zijn de ruimtes? Waar zijn de ruimtes? Die zijn er nu ook. En in tweede instantie gaat hij er ook niet in. Het is nog steeds 2-2. Oostenrijk valt weer aan. Slechte bal. En nu weer Nederland. Nederland met een slotoffensief van de eerste helft. En nu weer een kans. Maar daar wordt niets mee gedaan. Het blijft 1-2. En nu weer een kans van Nederland. Er wordt niet effectief mee omgegaan. En nu de Oostenrijkers. Nu de Oostenrijkers. En bijna was het daar 1-3. 4 minuten nog te gaan in de eerste helft. Hoeveel blessuretijd komt erbij? Dat is de grote vraag. Slecht uitverdedigd. Maar ook de Oostenrijkers slecht uitverdedigd. Nu weer een kans van Nederland.
Geblokt. Weer Nederland. Weer proberen uit te spelen. En nu moet die bal eens een keer ingeschoten worden. Waarom ook niet? En nu weer Oostenrijk. Een goede kans nu. Nederland probeert uit te verdedigen. Het lukt niet echt. Ze krijgen die bal niet echt weg. En nu weer Oostenrijk. Nederland komt er niet aan. En nu is er weer een kans. Oostenrijk neemt weer over. En Oostenrijk gaat schieten. En dan in de handen van de keeper. 2 minuten blessuretijd. 1-2. Wat is hier mogelijk voor Nederland nog? Niet veel. Niet veel. Want Oostenrijk valt weer aan. En Nederland verdedigt dan weer. Maar uiteindelijk heeft de kans voor Oostenrijk om te scoren. En de tweede stand. Ik ga het hier ook niet in. Het blijft 1-2. En dan is het rust. 1-2 dus voor Oostenrijk. Dat is sensationeel. Goals Nederland 1, Oostenrijk 2. Balbezit 50% voor Nederland, 50% voor Oostenrijk. Schoten op het doel 29 voor Nederland, 31 voor Oostenrijk. Pases 97 voor Nederland, daarvan kwam 69% aan. En 97% pases werden afgeleverd door Oostenrijk, daarvan kwam 63% aan. Corners 0 voor Nederland en 0 voor Oostenrijk. We gaan naar de tweede helft toe. Oostenrijk mag gaan aftrappen. 1-2 voor Oostenrijk. Sensationeel. En nu weer de kans voor Oostenrijk om te scoren. En dat gebeurt uiteindelijk niet. Wordt slap ingeschoten. Nederland. Aanvals voor Nederland. Goede kans nu. En dat was een bal op de paal. Weer Nederland. Probeert de druk op te voeren. Ja, zit er bovenop nu. Maar nu even niet. En Nederland gaat uitverdedigen. Weer een aanval van Nederland. Over de hele. Goeie bal. Slechte bal. Uiteindelijk overgenomen. En nu is daar een kans voor Oostenrijk. Uit de counter. Dat krijg je. De counter van Oostenrijk. Maar niet goed uitgevoerd. Het blijft 1-2. Weer Nederland. Weer de kans voor Nederland om te schieten. En die komt er dus ook. En weer Nederland. Weer aanval van Nederland. Een schot. Maar de keeper heeft hem. Het blijft nog altijd 1-2. En ook dit was een kans voor Nederland. Nederland blijft proberen aan te vallen. Maar Oostenrijk neemt over. Oostenrijk neemt nu weer Nederland. Met de ruimte. Met de ruimte om te schieten. Maar dan moet hij er wel in. En dat gaat hij niet. Oostenrijk blijft op de been. Nu weer Nederland. Snel druk opvoeren. En nu weer een kans. Maar die gaat meters naast. Het is de 53ste minuut. Doeltrap Oostenrijk. En Oostenrijk gaat een aanval opbouwen. Maar dat wordt onderbroken. En nu weer Nederland. Maar dat is ook van korte duur een kansje voor Oostenrijk. Dat niet gevaarlijk is. En nu weer Nederland. Aan van de voren. Slechte bal. Nu een tweede instantie overgenomen. De kans nu. Schieten in tweede instantie gaat hij via de keeper volgens mij naast. En is het een corner voor Nederland. Nederland gaat ten aanval. Daar is de kans nu voor Nederland. Nee, weer niet. Ook tweede instantie niet goed uitverdedigd. Althans, het leek het eventjes. Maar er wordt niet veel mee gedaan. En Oostenrijk leek even de bal weg te kunnen werken. Nu weer de kans voor Oostenrijk. Een slechte aanval van Nederland. Een goede kans om te schieten. Dat lukt dan niet. En Oostenrijk ja, blijft gevaarlijk. Via de kant. En dit is een schot van Nederland. Het is weer een corner voor Oostenrijk. Voor Nederland. Ik ga me echt verspreken. 58ste minuut. De corner voor Nederland. De tweede in de wedstrijd. En nu slecht gespeeld. Ik word er helemaal gek van gewoon. En nu weer Nederland. Nederland moet de bal weer heroveren. Snel heroveren. En dat gebeurt ook. Een schot nu voor Nederland. En dat gaat net over. 1-2 staat het nog altijd. Voor Oostenrijk. U hoort het goed. 1-2 tegen een degradant. Ja. En nu staan die nog steeds voor. En er is nog steeds een risico dat ze die voorsprong kunnen uitbreiden natuurlijk. Er moeten risico's worden genomen. Slechte bal dus. En nu weer Nederland. Nee, in tweede instantie ook niet. En nu weer Oostenrijk. Nu weer Oostenrijk. Oei. En uitverdedigen van Nederland. Het blijft nog altijd 1-2. En nu weer de kans om te schieten. En die bal gaat er niet in. Slecht schot. 62ste minuut. De tijd begint langzaam te tikken en nu weer de kans voor Nederland. Slecht! Uitverdedigd en het is 1-3. U hoort het goed, 1-3. Ongelooflijk. De bal kan zo worden binnengelopen. 1-3. Wat is het antwoord van Nederland?
Dat antwoord is er niet. Vooralsnog niet. En Oostenrijk gaat granietenhard verdedigen. Dat zit er gewoon dik in. En nu weer de kans van Nederland. Weer de kans van Nederland te schieten. En tweede instantie ook niet. En scrimmage. En weer proberen te verdedigen. Weer aanvallen. Moet meer naar voren toe. Weer een kans. Geblokt. En daar is Oostenrijk opnieuw met een aanval. Oostenrijk weer met een aanval. Dat zou toch wat wezen, zeg. En nu weer Nederland. Nu weer Nederland. Aanval van Nederland. Een schot nu. En een goal. 2-3. De aansluitingstreffer. 2-3. Wat is nou kans voor Oostenrijk? Nee. Ja, wel een kans, maar geen goal gelukkig. Aanval van Nederland. Slechte bal. En nu weer een kans om voor Nederland om te scoren. Nee. Keeper houdt nog steeds alles tegen. Nou, niet alles dus. Heb ik twee doorgelaten. En nu weer een kans voor Nederland. En die bal gaat weer net naast. Over rechts. 69e minuut. Wat gaat er gebeuren? Wat gaan we zien? En nu weer Oostenrijk. Oh, wat een slechte bal. Gelukkig voor Nederland. Weer een aanval voor Nederland. 2-3. Nog altijd. Weer een kans. Een schot nu. En er wordt te lang gewacht met het schot. En nu weer, weer Oostenrijk. Oostenrijk komt er makkelijk uit hoor. En weer een kans. Weer gemist door Oostenrijk. En nu weer een kans voor Oostenrijk. Een schot. En de keeper, die valt toch weinig te verwijten hoor. Er zijn meer verdedigingsfouten die te grondslag gaan aan de goals van Oostenrijk. En nu weer een kans voor Oostenrijk. En weer slecht uitverdedigd. En weer de keeper die erger voorkomt. En weer slecht uitverdedigd. Ja, weer slecht uitverdedigd. En het loopt weer goed af. 75e minuut. 3-3. Daar moet naar voor gevochten worden. Weer een kans voor Nederland. Slecht gespeeld. Slecht uitgespeeld. En nu. Weer Nederland. Weer Nederland. Probeert de bal nu te spelen. En de kans nu. Gaat er niet in. Oostenrijk. Blijft overeind. Blijft hoe dan ook overeind. En nu weer een kans. Bal op de paal. Slecht geschoten. En nu weer naar voren toe. Slechte bal. En weer een kans. Ja hoor, een goal. 2-4. 78e minuut. We gaan een sensatie meemaken. Dat Oostenrijk voor het eerst in de Gin World Soccer Competitie gaat winnen van Nederland. Althans, daar ziet het naar uit. En nu weer Oostenrijk. Nu weer Oostenrijk met een heel snelle aanval. Weer Nederland. Slecht verdedigd. Doorhalen, Homar. En ook hier komt Nederland er maar met moeite uit. Dit is heel slecht. Dit is heel slecht. En nu weer Oostenrijk. Nu weer Oostenrijk. En weer een kans. Maar het blijft bij 2-4. 80ste minuut. Op zoek naar de aansluitingstreffer. Voor de tweede keer in deze wedstrijd. En weer naar voren toe. Maar dat lukt niet. Het zit er niet in. En nu weer Nederland. Nu weer Nederland. Een goede kans nu voor Nederland. Nee, geblokt. Weer een kans voor Nederland. Geschoten. En die bal gaat er toch in. 3-4. Met nog dik 7 minuten officieel nog te gaan. 3-4. Wat gaan we meemaken? Weer Nederland. Weer een kans voor Nederland. Gaat het dan toch nog gebeuren? Het schot nu. En die bal gaat er weer niet in. En de tweede instantie ook niet. En de derde instantie niet. Hoe is het mogelijk? Oostenrijk blijft overeind. Weer Nederland. Weer slecht gespeeld. En nu weer Nederland. Een goede kans nu. Goede kans om te schieten. Tweede instantie ook niet. Weer druk. Kijken wat die druk gaat uitoefenen. Maar Oostenrijk gaat proberen die goal wedstrijd in slot te gooien. En dat zat er dus bijna in. Weer Nederland nu. Snelle bal. Het is veel te snelle bal. Nu weer Nederland. Goeie bal nu. Goeie aanval. En dat was bijna de goal. Nee, weer niet. 88ste minuut. Weer Nederland. Neemt over. Slechte bal. Oostenrijk met aanval. Oostenrijk weer met aanval. Oostenrijk weer met aanval. Gesmoord nu. Nu weer een kans voor Oostenrijk. Nee, weer niet. Voeten te goed tussen zet. En nu de kans voor Nederland om te schieten. Tweede instantie ook niet. Keeper lag al. Maar ja, zat een been van Oostenrijk tussen. En nu weer Oostenrijk met de kans. Bijna op 3-5. 90ste minuut. 4 minuten blessuretijd. Ongelooflijk. En nu weer naar voren toe. Weer naar voren toe. Weer kijken. Nee hoor, die bal
valt niet lekker. En nu weer Oosterhuis, nu weer Oosterhuis. Dus de kans nu. Nee, weer niet. En die bal gaat er gelukkig niet in. En weer naar voren toe. Weer naar voren. Kijken wat is er mogelijk. Kijken wat is er mogelijk. Nee, dus niets. En weer Nederland. Weer Oosterhuis bedoel ik. Weer Oosterhuis. Aanval van Nederland nu. Snel aanval, snel aanval. Nu weer een kans. Nee, loopt zich helemaal vast. Hij loopt zich helemaal vast. Nederland neemt weer snel de bal over. Het schot nu van Nederland. Gaat er niet in. En nu. Aftellen. Het is een sensationele overwinning van Oostenrijk. 3-4. Winnen ze dus van Nederland. Voor de eerst in de geschiedenis. Goals Nederland 3, Oostenrijk 4. Balbezit 52% van Nederland, 48% van Oostenrijk. Schoten op het doel 56% van Nederland, 57% van Oostenrijk. Basis 213% van Nederland, daarvan kwam 68% aan. En 183 basis werden afgeleverd door Oostenrijk, daarvan kwam 68% aan. Corners 2 voor Nederland, 0 voor Oostenrijk. We gaan kijken wat voor gevolgen dat heeft voor de stand. Eerste staat Colombia met 34 uit 17. Tweede Nederland 34 uit 17. Derde Duitsland 33 uit 17. Vierde Chili 32 uit 17. Vijfde België 30 uit 17. Zesde Engeland 25 uit 17. Zevende Brazilië 24 uit 17. Achtste Spanje 23 uit 17. Negende Japan 21 uit 17. Tiende Verenigde Staten 21 uit 17. Tiende Uruguay 20 uit 17. USA bedoel ik. 11e Uruguay, 20 uit 17. 12e Portugal, 19 uit 17. 13e Italië, 18 uit 17. 14e Zwitserland, 18 uit 17. 15e Kroatië, 17 uit 17. Zweden staat op de 16e plaats met 17 uit 17. 17e Australië, 15 uit 17. 18e Oostenrijk, 14 uit 17. 19e Frankrijk, 14 uit 17. 20e Griekenland, 14 uit 17. En dan 21ste Rusland, 13 uit 17. En 22ste Argentinië, 12 uit 17. Volgende opponent van Nederland is België. Jawel, u hoort het goed. De wedstrijd is ronde 18. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Ja. Ja, daar zijn we weer. Ginborg Social Game voetbal, landencompetitie dus. Wereldlandencompetitie, seizoen 2022-2023, wedstrijd ronde 18 tegen België. Nederland staat gedeeld eerste met Colombia, 34 punten uit 17 duels. België heeft 30 uit 17 en staat vijfde. Verslaggezonde van René van Wijk. De aftrap is van Nederland. Is Nederland hersteld van die nederlaag tegen Oostenrijk. En nu, een goede kans nu. Schieten en die niet. Jawel, 1-0. En net als tegen Oostenrijk, al vroeg op voorsprong. Aanval Nederland. Heel veel. Iets te veel. En nu de Belgen, nu de Belgen, nu de Belgen. En een goal, 1-1. Antwoord van de Belgen is heel snel. Binnen de minuut. Verdediger van Nederland. Aanvalsopbouw. Slechte bal. Nu de Belgen. Door het midden, door het midden. En nu naar links toe. En een goede reactie van de keeper. Inworp België. Ter hoogte van het strafschopgebied. Slechte bal. Nu slecht uitverdedigd. Oh, 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 oh. En dat loopt goed af. Boven zit nu voor Nederland. Een afstandsschot. Gaat net over. Door het midden. Slechte bal van de Belgen. En het was bijna 2-1 bedoel ik. Gebeurt niet. Nederland. Slechte bal. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. En de keeper. Even die rust. Doen we het wel eens begin. Goeie bal. Goed schot nu. En de bal op de paal. Goed schot van Nederland. Weer over links. Kijken wat mogelijk is. Nu dan. En die gaat er weer niet in. 1-1.
Nu dan, het schot nu van Nederland. Verrassend, niet? Weer Nederland. Goeie, slechte bal dus. En nu de Belgen, nu de Belgen, nu de Belgen. Nu weer Nederland. Nu weer Nederland, nu weer Nederland. En wat is mogelijk? En nu de kans, een risicovolle paas. En dan wordt er uitverdedigd door de Belgen. Nederland voert de druk op, maar de Belgen komen er via de counter eruit. En dat was een hele goede kans op 1-2. 12e minuut. Doeltrap Nederland. Slechte bal. Slechte bal. Oh. Keeper herstelt het met een hele goede redding. Een goede vangbal. Slechte bal. En nu de Belgen weer. Nu de Belgen weer. Oh, 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 Nederland. Ja. En nu weer de kans. Nu weer de kans. Nu weer de kans. En een schot. Wat niet echt verrassend is. Nog altijd. Staat het. 1-1. Nu, nu, een schot nu. Verrassend, niet verrassend. Niet goed genoeg. Belgen. Een goede bal nu van de Belgen. Maar de keeper redt zeer bekwaam. 16 minuten gespeeld. En nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nederland neemt over. Heel snel. Heel snel. Een afstandsschot. Wat net overgaat. Maar... ja. Aantal passes, dat is wat aankomt, dat is heel laag. Dat moet beter. Weer overgenomen. Nu weer de kans. Nu weer de kans. En het schot nu. Van Nederland. Druk van de Belgen. Vierde counter. Vierde counter. Vierde counter. En de goal. 1-2. Oh jee. Dan is het toch... een voorsprong voor de Belgen. Binnenkant paal in de 20e minuut 1-2. Weer achterstand. Slechte bal. Slechte bal weer. De paas wordt goed onderschept door België. En nu weer een aanval van Nederland. Van België bedoel ik. Die wordt onderbroken. En die van Nederland ook. Nu weer België. Nu weer België. No! De bal op de paal. Oh, 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 oh. Dat had toch bijna gewoon 1-3 kunnen wezen. Bal naar voren. Weer Nederland. Weer Nederland. Weer Nederland. Slechte bal. Nederland heeft weer over. Nu weer de druk opvoeren. Druk opvoeren. Heel goed. En heel snel spelen. Dat lukt dan weer niet. Want de Belgen zijn erop ingesteld. En dus is het nog steeds... 1-3 en bijna 1-2. Nog een bijna 1-3. Nu weer Nederland. Nu weer Nederland. Slecht schot. Het is niet hard genoeg. Nu slecht uitverdedigd. Nederland doet daar niet veel mee. Niks eigenlijk. Nu weer een kans en de goal via de keeper. 1-3. Voor België. 27e minuut. Slechte bal. Slecht hoor. Nu weer Nederland. Nu weer Nederland. Weer een goede kans voor Nederland. Slecht schot. En er moet nu iets geforceerd worden. En dat lukt niet echt. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Slechte bal. En nu weer Nederland. Slechte bal. En nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu, ja, dat was bijna 1-4. En nu weer Nederland. Nu weer Nederland, nu weer Nederland. Slechte bal. Schot nu van Nederland. Gaat er weer niet in. Slechte bal. En nu weer de Belgen. Nederland neemt over. Nu weer een kans van Nederland. Oh, slechte paas. Het schot nu. En uiteindelijk gepakt door de Belgische keeper. Hier, Nederland. Goed doortikken. En dit is nu de kans. Om te scoren. Dat gebeurt niet. Het is niet hard genoeg. Nederland neemt weer over. Weer verdedigen. En nu weer aanvallen. Nu weer aanvallen. En dat is te laat gegeven. Die paas. En nu weer de kans op België. En ontzenuwd. 35e minuut. 1-3. Bal naar voren. Slechte bal. En nu weer een kans voor de Belgen om uit te halen. Een kans voor de Belgen om uit te halen.
En op de paal eindigend. En nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. En Nederland neemt weer over. Nu weer de aanval van Nederland. Afstandsschot. En die bal gaat net over. Het is 1-3. Het is niet best. Slechte bal. Slechte bal. En nu... Ja, er wordt niks mee gedaan. De Belgen hebben het niet echt moeilijk. Weer een kans voor Nederland. En dat is gewoon normaal gesproken 2-3. Gebeurt niet. Bal belandt in de handen van de keeper. Weer Nederland, weer Nederland. Een heel goede bal. Nee, dat weer niet. De Belgen zijn erop ingesteld. En nu weer een kans voor Nederland. En de bal op de paal. Belgen blijven overeind. En nu weer een kans voor Nederland. De druk neemt wel toe. Maar de goals zijn er nog niet. Slechte bal. En nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer... Oh, slechte... Oh, jij, 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 jij. Slechte bal. Slecht uitverdedigd. Slecht uitverdedigd. En dit is gewoon normaal gesproken 1-4. En het wordt ook 1-4. Vlak voor rust. Niet best. Slechte bal. Ja, weer een kans nu. Schot. Geschoten. En normaal gesproken gaat hij erin. En gaat er nu ook in. 2-4. 1 minuut officieel nog te gaan in de eerste helft. 2-4. Wat kan er nog gedaan worden? Nu dan, nu dan, nu dan. Oh, jo, 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 jo. En ja. En een goal. 2-5. Slechte bal. Uit. Inworp voor de Belgen. Ja. En Nederland speelt een heel slechte eerste helft. En nu weer een kans voor Nederland. Wellicht om te schieten. Gebeurt ook. Maar de Belgen zijn beter. Nu dan. Weer een kans voor Nederland. Misschien nog. Ja, er wordt te lang gewacht. En dan hebben we 3 minuten blessuretijd die hier bijna op zitten. Nu weer een kans voor Nederland. En die bal gaat er nog in. Het is 3-5. Vlak voor de rust. 3-5. En dan is het rust. En toen de tweede eerste helft. 3-5 voor de Belgen. Goals 3 voor Nederland, 5 voor België. Balbezit 50% voor Nederland, 50% voor België. Schoot op het doel 35 voor Nederland, 23 voor België. Pases 101 voor Nederland, 62% daarvan kwam aan. En 89 pases werden afgeleverd door de Belgen, daarvan kwam 71% aan. Corners 0 voor Nederland, 0 voor België. Terug naar René van Wijk. De tweede helft, Belgen mogen aftrappen. 3-5. Nederland weet wat er te doen staat. Het moet risico's nemen. Weer Nederland. Nu de aanval. Slechte bal. Niet hard gegeven die bal. En nu de Belgen die is de kans wellicht. Ja, nee. Dan wordt er uitverdedigd. Slecht gepaast. Weer de Belgen die overnemen. Weer de Belgen die overnemen. Weer de Belgen die overnemen. En weer een kans. En uiteindelijk in de handen van de keeper. En nu, kijken wat de mogelijkheden zijn. En die zijn er nu eventjes niet. Weer gepaast. Belgen zitten overal erbij nu. Nu is misschien een kans of een opening. Nee, er moet iets geforceerd worden. Ja, dan ga je heel geforceerd spelen. En weer de Belgen met een schot dat gevangen wordt door de keeper. Slechte bal, slechte bal. En nu de kans. Ja hoor, bam, afgemaakt. 3-6. 51ste minuut. Dat is niet best. 3-6. Nu dan. Weer de kans. Het schot nu. En een goal. 4-6. 4-6. Pasen. Nu dan, nu dan, nu dan, nu dan, nu dan, nu dan. Nee, weer een kans. Nee, was dat bijna 5-6. Weer Nederland.
Nederland moet nu komen. Nu dan, een schot nu. Wel gegeven, gevangen. Ja, weer. Slechte bal. En nu weer de Belgen. En de keeper. Weer Nederland. Bal naar voren. Waar komt hij terecht? Nee, inderdaad, hij valt nu heel goed. Weer een kans. Nee. Hij viel heel goed. Deze bal valt nu ook even goed. Weer een kans om te schieten. Belgen even in de problemen. Weer Nederland. Nee, nu zijn de Belgen weer aan het zetten. En bijna was het daar een goal. Heel goed genomen. En een slechte bal. Slechte bal nu. Nu weer de Belgen. Ja, we nemen een risico. Het is een goal. 4-7. 60ste minuut van de wedstrijd. 4-7. Slechte bal. Nederland. Een hoge bal naar voren toe. En die bal wordt wel geraakt, maar niet goed genoeg. Nu weer Nederland. Probeert er druk op te voeren. Maar de Belgen krijgen ruimte. Weer Nederland. Blijf het proberen. Blijf drukken. Nu de kans dan. Geblokt. Weer Nederland. Slechte bal. En bal overgenomen door de Belgen. En de goal. 4-8. Oei. 63ste minuut. 4-8. Slechte bal. Nou, balbezit blijft wel in bezit nu. En kans. Geen vijfde goal. Weer Nederland. Slechte bal nu. Overgenomen. Weer Nederland. Moet de bal overnemen. Moet nu proberen te scoren. Nu de kans. Dat is de paal. Dat is wel een onderdeel van het doel. Maar dat telt niet als het gaat om het scoren van doelpunten. Nu dan. Weer de Belgen. Nemen weer over. Nu weer de Belgen. En bijna was het daar 4-9. Bal naar voren. Heel goed gedaan. En nu de kans. Wellicht om te schieten. Geblokt. Nee, dat komt niet aan dus. En dus is het nu weer de Belgen. Weer een aanval van de Belgen. Oh, dat was bijna 4-9. 70ste minuut is nu aangebroken. Het is nu alles of helemaal niets. Helemaal naar voren. En het schot nu. En de bal gaat net naast. Weer de Belgen. Over links nu. En een vrije doortocht. 4-9. Hoe is het mogelijk? België neemt verder afstand. Slechte bal. Weer de Belgen. Weer de ruimte. En gaan. En nu dan. Schot nu. Geblokt. Twee instantie ook geblokt. En nu weer Nederland. Nederland probeert het wel. Blijft drukken. Moet risico's nemen. En krijgt de goals om zijn oren. En nu weer een kans op de paal. Weer Nederland. Aanval van Nederland nu. Nee, afgebroken. En nu weer een kans voor Nederland om te schieten. Geblokt. De Belgen zijn er helemaal op ingesteld. Ja, niets maakt hen meer gek. Nu weer België. En ook zij kunnen af en toe een kans missen. Nu weer Nederland. Nee, ook weer niet. Nu weer de Belgen. De Belgen weer. Het is nu tegenhouden. En uiteindelijk wordt erger voorkomen. 13 minuten nog te gaan. En nu weer Nederland. Het schot nu. Geblokkeerd. Weer Nederland. Het schot nu. En een goal. 5-9. 79ste minuut. 5-9. Weer Nederland. Weer België. Oh! Weer een kans hoor. Weer een kans om te scoren. Nu Nederland. Binnendoor. En nu de kans. Schot nu. Die bal gaat er weer niet in.
drukken. Slechte bal. Weer naar de... die bal gaat erin. Ja hoor, de tiende is het. 15. 81ste minuut. Vijf tegen 10. Het schot nu. En dat was bijna 6-10. Had een mooi doelpunt geweest. Maar ja, wat koop je ervoor als je niet wint? Niet veel. En nu weer een kans. Voor de Belgen. Weer Nederland. Weer een kans. En de kans nu om te schieten. En die bal gaat er weer niet in. Als je in de hoek zit waar de klappen vallen. En weer een kans. Weer geen doelpunt voor Nederland. 85ste minuut. Weer Nederland. Weer een kans nu. En de kans om te schieten. Weer een kans. En die bal gaat er weer niet in. Keepertje heeft hem. En weer de Belgen. Oh. Slechte bal. Maar hij wordt met moeite uitverdedigd. En nu weer Nederland. Binnendoor. Slechte bal. Weer een kans voor Nederland. Blijven drukken. En die goal gaat erin. Het is 16 in de 88ste minuut. En nu. Nederland opnieuw. Goeie bal. Overdelen. Een schot nu. Geblokt. De Belgen blijven overeind. Nu weer de Belgen. En de bal op de paal. Voor de vijfde of zesde keer alweer. Weer Nederland. Schot nu. Schot. Weer geschoten. En nu. Weer Nederland. Balverlies. En nu weer de Belgen. En er is 10 minuten blessuretijd. Dat is al bijna 2 minuten van voorbij. Belgen nemen weer over. Bijna was het zover. En dan is het gebeurd. Het is klaar. Nederland verliest deze wedstrijd van België met 6-10. Goals, Nederland 6, België 10. Balbezit, 52% voor Nederland, 48% voor België. Schoten op het doel, 63 van Nederland, 52 voor België. Pases, 228 van Nederland, daarvan kwam 71% aan. 166 pases werden afgeleverd door België, daarvan kwam 72% aan. Nederland had 0 corners en België had ook 0 corners. Even kijken wat voor gevolg dit heeft voor de stand. Eerste staat nog steeds Colombia, 37 uit 18. Tweede Duitsland, 36 uit 18. Derde Nederland, 34 uit 18. Vierde staat België, 33 uit 18. Vijfde Chili, 32 uit 18. Zesde Brazilië, 27 uit 18. Zevende Engeland, 26 uit 18. Achtste Spanje, 24 uit 18. Negende Uruguay, 23 uit 18. Tiende Portugal, 22 uit 18. Dan op de 11e plaats de Verenigde Staten, 22 uit 18. 12e staat Italië, 21 uit 18. 13e Japan, 21 uit 18. 14e Zwitserland, 21 uit 18. 15e Kroatië, 17 uit 18. Zweden staat ook op de 16e plaats met 17 uit 18. 17e Australië, 16 uit 18. 18e Frankrijk, 15 uit 18. 19e Oostenrijk, 14 uit 18. 20e Griekenland, 14 uit 18. 21e Rusland, 14 uit 18. En 22e Argentinië, 12 uit 18. Volgende opponent van Nederland in ronde 19 is namelijk Brazilië. En waar vinden wij Brazilië? Op de 6e plek. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Ja. Nou, er zijn trouwens nog wedstrijden die zijn opgenomen op de Pinksteren 52 in Purmerend. Want dat zijn wedstrijden die gespeeld zijn op 5 november en 6 november. Dus we hebben nog wel het een en ander in te halen, ook qua uitzendingen. Dus ja, ik had gehoopt deze week nog 2 RVW radioshows te kunnen maken. Maar ik was behoorlijk vermoeid en behoorlijk druk. Behoorlijk vermoeid vanwege het werk en ook de drukte nog in huis. Dus vandaar. Maar goed, dat gaat allemaal goed komen. We gaan in ieder geval even kijken naar de social media statistieken van de vorige uitzending.
laten we eens even kijken op YouTube. Nou, eerst maar eens even op Facebook en Twitter. Naar de uitzending van, nou, wat was het vorige week, hè? Dat dacht ik ook. Even kijken wat dat heeft opgeleverd. Nee, dat is heel raar. Ja, dan valt even het internet, heel af en toe valt het even weg. Dus we doen nog even een poging. We hebben nu even het 4G aanstaan. Dus ja, we gaan die even data verbrassen. Radio Show heeft 2 likes gekregen, 1 opmerking via Facebook. Even kijken, 2 likes. Hans van Wijk, mijn oom, die schrijft: ga zo door. Erg leuk. Ja, Truus Manhart, dat is mijn tante, Bianca Ekman, die hebben hem geliked. Die hebben dus ook geluisterd. Leuk. Even kijken. Nou, Twitter. Is ook wel even interessant om dat even te bekijken. Ik neem even een slok van de koffie, anders wordt het koud. Zo, dat is ook klaar. Even via profiel media. Tap. Even kijken. Ja. Dan moet ik even verder doorzoeken. Dus RVW TV. Ja, RVW Radio Show. 27 januari 2023. We gaan even kijken naar de tweetactiviteit. Heeft 0 likes, 0 retweets, 0 reacties, 6 weergaven, 0 interacties, 0 detailweergaven, 0 nieuwe volgers, 0 profielbezoeken, 0 kliks op de link. Ja, dat valt me een beetje tegen altijd, hè. Dan gaan we even kijken naar YouTube. Mijn kanaal op YouTube. En dan ja, video's. Radio Show van 27 januari 2023 heeft 15 weergaven via YouTube. Oh. Ja, dat krijg ik weer even te horen. Reacties 1. En dat is, even kijken, Mark Slot 9871, 7 dagen geleden. Nou, Mark Slot, dat is natuurlijk mijn collega van de Plus. Rito Beemster. Breaky breaky, je komt goed door hoor man. Zijn die muren van karton dan in je appartementje? En zoals Barry Stevens zei, vooral doorgaan. Nou, tjus. Nou, die muren zijn niet van karton. Het klinkt nog een beetje hol, omdat er nog niet zo veel, erg veel spullen staan. Dus vandaar. Maar zoals ik al eerder zei in de aanhef van deze radioshow, daar ben ik nog hard mee bezig. Ja, je neemt niet zomaar een beslissing, je moet er echt goed over nadenken van wat je wil kopen en wat je ideeën zijn en dergelijke, vandaar dus. Goed, in ieder geval bedankt voor het luisteren naar deze RVW Radio Show van zaterdag 4 februari 2023. En ik zou zeggen, op naar de volgende uitzending. Wanneer die is, ja, dat kan ik niet helemaal beloven, ik hoop zo snel mogelijk in ieder geval. In ieder geval bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen... bye bye, sweet dreams, laters, de mazzel, doei doei, en bovenal, tjus.